Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Chris. Als je de vorige aflevering niet gezien hebt, ga die kijken. Als je voor het eerst nu pas kijkt naar deze serie, by the way. De hele serie kun je ook kijken, maar als je dat niet wil doen, kijk de vorige aflevering. Want dat was me een staaltje epicness. We gaan nu door. We hebben yellow unlocked, de kleur geel. We kunnen nu een soort geeststeden zien. Ik weet nog niet wat het inhoudt qua gameplay. Visueel is het nice. We hebben net dus een gigantische eel ontweken. En we gaan nu weer naar beneden. We willen omhoog, toch? Oké. Onze ghost city. We kunnen er nu op lopen, dus. Hey, daar hebben we onze power gehaald. Dit was er eerst niet. Wat cool. Dus deze stad was er eerst niet. Het is zo slim. Want ik weet nu al dat als wij dadelijk naar boven gaan, dat er opeens een stuk stad bij is. En dat we daardoor meer kunnen zien. Cool. Oh. Aan, uit. Qua licht. Wanneer ga je weer aan? Nu. Kan ik dan op jou? Nee, want... Oh, oké. Okay. Laat gewoon het level zien. Kan ik sowieso op jou, though? Ik gok dat ik er ook op kan als hij niet aanstaat. Ik denk dat hij meer bedoeld is om gewoon te laten zien waar het pad is. Geen idee. En ik drukte op... Ik drukte op L, want dat deed iets. Maar... Het is gewoon ik die adem nog. Het betekent nog niet veel. Het lijkt alsof ik die kracht nog niet helemaal unlocked heb. Like, in de vorige aflevering kregen we dus L. En dat betekende dat ik kon praten. Maar net op het moment dat ik die kracht zou leren, gebeurde er wat. Moet je maar gaan kijken als je het niet gezien hebt, maar jullie zagen het wel. Ik denk dat dit een hele coole manier is om te laten zien van... Hey, die kracht die heb je niet volledig. Wat super cool is. Maar dat is natuurlijk een gokje, hè? Ik ga even niet... Nog één keer. Grapje. Oké. Okay. Goed grapje. I know. Oké, okay, let's go up. Oh my god. Dit spel. Is dat een waterval waar we in kunnen zwemmen nu? Ja, dat is het. Is dat nog... Nee, dat is geen... De kleine watervallen kunnen we niet in zwemmen. Jawel, toch? Nee, oké, de kleine niet. Interessant. Laten we hierop gaan staan. Nope, daar mogen we niet op staan. Dan gaan we hierin. This is cool. This is actually quite nice. Ik ben ook gewoon weer verkouden nu, hè. Ik ga even mijn raampje dicht doen. Misschien helpt dat. Sorry hoor, dat moet ook even gebeuren af en toe. Dan is het hier wat minder koud. Misschien stop ik dan met snotteren. Ik probeer niet mijn hele leven altijd verkouden te zijn. Maar het is gewoon... ja, het is gewoon alles wat ik heb. Weet je, verkouden zijn. Shit. Hé, hey, we zijn terug bij het begin. En zoals verwacht kunnen we eindelijk die boompjes in. Ja, hier had ik echt zoveel zin in. Ik wist dat dit ging komen. Maar ik ben blij dat we er nu eindelijk zijn. En we gaan eindelijk omhoog. Het duurde even. Waar komen we uit, though? Kunnen we hier ook omhoog zwemmen dan? Ja. Oké, okay, laten we doen dan. Hé, hey, en we zijn terug. Met een paar nieuwe voor de boven. En de geeststad. Kijk, dit bedoel ik. Like, hier links staat nu een toren. Super sick. Dat betekent dat we nu de lucht in kunnen gaan. Nog niet. We moeten nog één level halen. Maar we zijn er wel bijna. Like, we moeten waarschijnlijk nog één area pakken en dan kunnen we eindelijk de lucht in. Ik vraag me af of ik dit spel like, vanavond ga afspelen. Ik denk niet dat ik het haal. Like, oké. Okay. Ik ga heel even vertellen hoe laat het is voor mij. Het is nu 11 uur. En voor mij is het belangrijk dat de content...
de commentary een beetje energiek is. En ik merk rond deze tijd dat ik eigenlijk best wel moe word. En dat commentary misschien wat minder wordt. Maar ik wil zo graag verder spelen. Maar ik gok dat ik dus nu nog maar één leveltje of één afleveringetje kan spelen. En dat ik daarna gewoon moet gaan tukken. Oh, en dit... Ik had het spel dus gebroken toen ik hier verdwaald was vorige keer. Ik hoorde hier niet te kunnen landen gewoon. Maar ik deed het, omdat ik dacht van, wow, dat is toch logisch. Nice, ook dat groen erbij, geel. Heel cool. Nou. Kijk, nu slaat die trap naar niks, slaat wel wat meer ergens op. Als de G-trap is. Wat is dit voor een grote bol? Laten we die even aanraken hoor. Oh god. Hallo. Oh. Show me the way. Show me the way. Niet te snel. Wacht op mij. Wow, je gaat wel hard. Ga je even hard als ik ga. Oké. Okay. En toen waren we boven. En ga jij dan in dit ding zitten? Nee. L heeft nog steeds geen zin. Laat ik iets zeggen. Nou, dan gaan we weer meters de lucht in, volgens mij. Oh, maakt niet uit. De muziek is een beetje ominous. Waar ga ik naartoe dan? Oh ja, daar. Nee! Ik vind de sound design in het water echt niet goed gedaan. Echt super jammer, want het geluid is zo goed. De muziek is zo goed. Het mute gewoon echt. Jammer. Enige waar ik me aan stoor in dit spel. Voor de verdere rest ben ik super tevreden. Oh, wat zijn jullie? Ik wil eigenlijk niet eraf springen, maar... Woe, sick. Oké. Okay. Me likey. Dat is zo cool. Oh. Oké. Okay. Het gaat ook uit over tijd. Goed, dat leren ze ons nu. Don't fuck with it. Oh ja, we willen wel daar eigenlijk naartoe, hè. Huppa. En dan hierop. Dit is sowieso een secret. Hupsakee. Even zingen misschien? Het heeft geen zin. Wat moet ik hier doen? Misschien moest ik hier gewoon naartoe? Dat zou kunnen. Nee, oké, okay, hier is hij. Lekker Rhodes pianootje. Dit is geen piano. Dit is een... Ja, het is een piano. Een soort van piano. Lekker hoor. Ah, shit. Waar moet ik naartoe? Oh, het breekt. Woe. Beetje ijzig. Alsof ik glas breek. Hallo, bitches. Hoppa. Omhoog. Hell yeah, boy. Ik vraag me af als ik ze allebei verzamel. Of ik dan nog hoger kan springen. Nee, oké. Okay. Dat zou wel cool zijn. Maar ook een beetje waarschijnlijk het spel breken. Lekker. Daar is weer zo'n... Oh my god. Woo! Sick. I love this shit. Ook die boom hangt gewoon ondersteboven. Is van water. En naar links. En naar beneden. Dit spel is zo kleurrijker ook geworden opeens, hè? Hallo. Waar gaan we naartoe? Help je mij ontdekken? Oh, dat is een brugje. Oké. Okay. Ja, kijk eens aan. Ja, oké. Okay. Nog eentje? Wat gebeurt er als ik er dan twee bij elkaar heb? Oké, okay, niks. Je kunt er maar één hebben. Oké. Okay. Kom mee. Oh, nee. Ja, oké, okay, misschien wel. Of
moet ik nou echt deze ophalen? Oké, nou, kom maar. Ik heb hem dus bang gemaakt door op de grond te gaan. Grappig. Zo. Yeah, boy. En... ik weet wat ik hier moet doen. Maar ik wil hem niet wegjagen. Hij is zo schattig. Het spijt me, mijn jong. Doei. En dan kunnen we omhoog. Grappig. Slim puzzeltje. Nou, we hebben er weer twee nodig. Links en rechts. Laten we dan maar even naar links gaan, hè? Zo, het loopneusje hit me hard. Het komt door al die kou, zit in de lucht hier, weet je. Daar word je gewoon... krijg je instant een loopneus van. Ik luister even naar de muziek, hoor. Ah, lekker. Oh. Mooi muziekje. Oké. Dus wat ik al zei eerder, right? Het wordt later. Ik merk dat ik wat rustiger word in mijn commentaar. Dus ik gok dat ik dit level nog een stukje speel. En dat dit dan de laatste aflevering voor mij wordt vanavond. Terwijl ik zo graag wil doorspelen. Maar dan wacht het. Dan heb ik er nog wat langer, mag ik er dan van genieten. De puzzels zijn een stuk ingewikkelder geworden. Tenminste, het parcours is iets ingewikkelder geworden. Ik zou niet zeggen dat het next level parcours is. Maar het is wel beter geworden, laat maar zeggen. Ik was heel erg bang dat de parcours te makkelijk zou blijven. Maar dat doen ze niet. Ze pushen ze het wel een beetje. Oh! Oh! En nu zitten we ondersteboven. Oké. That's quite confusing om zo te spelen. Oké, daar ben ik weer. Goedemorgen. Voor mij dan. Voor jullie was dat een quick cut, hopelijk. Ik ben nog steeds verkouden, nonetheless. Like, daar is niks veranderd. Verdomme. Maar het is wel weer ochtend. En ik merkte gewoon dat de energie naar beneden ging. Waar ik mezelf al voor aan het waarschuwen was. Ik dacht ik stop hem gewoon. Zodat ik wel kan genieten, weet je, van dit spel. Dus we gaan gewoon verder nu. Oef, dit is echt weird, jongen. Ik moet ondersteboven platformen. Ah, daar zijn we weer. We doen weer even normaal, hè. Dat lijntje is zo subtiel. Lekker animatietje ook. Woe! Sexy hoor. Huppa. Oh shit. Was dat de bedoeling? Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Daar moet ik er niet doorheen dus. Oké. Okay. Huh. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat werken? Dus ik moet vallen, maar ik moet wel heel schuin vallen. Oké, nou ja, dat kunnen we proberen. Misschien moet ik spatie ingedrukt houden. Maar er is zo weinig ruimte voor. Nou, misschien dadelijk wel. I don't know. Ik double jump wel. Ik denk het dan, want ik jump dan omhoog, toch? Ja. Ja, kijk, oké. Oké. Nice, jongen. Oké, interessant. Boom. Oh ja, wacht, ik moet die kant op. Maar ik ga wel heel van de rechts staan. Oké, daar is weer niks. Oeh, is daar niks? Daar is weer niks. Maar ik weet wel waar weer zo'n gek punt zit. Dus misschien moeten we die even proberen te pakken. Oké. Oh, we zijn weer aan het zwemmen. Ja. En dan hier weer onderdoor en... nee, dat willen we niet. Huppa. Want we willen deze hebben. En dan... was dat het puntje ook die we moesten hebben? Oh ja, wow, nice. Lekker zweven. Kijken of we hier bovenop kunnen landen. Zo nice. Oké, we hebben pas één van de twee. We moeten even naar rechts. Dan gaan we de tweede halen.
De kleuren zijn weer mooi. Ik heb even al wat afleveringen geëdit nu. In de ochtend. Om te kijken van, hey, is het een beetje interessant? Is het leuk? Ik kon gewoon weer dat hele spel opnieuw kijken. Ik vond het zo fijn om te zien. Ook het verschil tussen aflevering 1 en deze aflevering. Het contrast in kleur, in wereld. Zo goed. Oh, dit ziet er zo sick uit. Ik merkte ook dat ik dat heel veel zei in de aflevering. Van, wow, dit is zo mooi. En ik heb er helemaal geen spijt van. Hoppa, daar erop. Want het is gewoon zo. En, uh-oh. Ja, werd gehaald. Kan ik al zingen? Wow, er kwam meer uit. Nope. Het was heel even. Omdat ik zo lang gewacht had. Gaven ze me even wat meer. Wat cool. Huh. Daar gaat ze weer hoor. Huppa, boom, de lucht in. Oh, waar gaan we naartoe dan? En nu? Deze kant op, gok ik. Het is zo... zo weird. Oh ja, hier naartoe. Huh? En dan? Ja? Oké, ja. Ja, oké. Oké, ik probeer vooral, laat maar zeggen, te snappen waar ik naartoe moet. Want het is best wel verwarrend. Dit is wel lekker. Flootje. Ja, jullie heb ik nodig. Kom maar mee, jongens. Hupsakee. Er doorheen en dan zo. Oh, jammer. Oké. Maar we hebben hier meer. Oké, daar is hij. Ja. Nice. Wat moet ik hier doen? Dus ik weet dat ik deze boom in moet gaan. Tenminste, dat is de enige kant die ik logisch op kan. Dan kan ik rechts van die toren, dat wil ik niet. Ik wil links van die toren. Ik wil vallen graag. Van deze pakken. Oh, er zit hier een waterval. Vandaar. Oké. Oh, nice. Really nice. Cool. Dat is een moeilijk jumpje ook. En. Boom. Dan hebben we er 2. Dan ben ik heel benieuwd wat voor kracht we nu krijgen. Rustig zweven. Daar gaan we dan. Zijn dit flamingo's, by the way? Nee, het zijn een soort rare vogels. Oké, laten we kijken wat voor een cools we krijgen. De power van het rondje. Wat houdt dat in? We kunnen eindelijk zingen, volgens mij. Oké, dus we kunnen planten aan gaan zetten, jongens. Dus hier. Nice. Ik weet dat ik het niet zo lang hoef in te drukken, maar... Dat wil je gewoon. Wat is dit voor een raar ding? Ah! Ah! How about fuck yes? Oh. Huh? Wat is dit? Andere kleren? Nou nee, dit is Edit Tim uit de toekomst. En hij komt hier om abrupt jullie dromen te crushen. Want we gaan hier de aflevering eindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. De aflevering werd echt super lang. Omdat ik het veel te leuk vond om het spel door te spelen. De volgende aflevering is de laatste aflevering. En holy shit, het is een banger. Dus als belofte dat ik nu jullie dromen crush, zorg ik dat de volgende aflevering over 2 dagen online is. Maar we knippen hem wel hier
Dankjewel voor het kijken. Abonneer even. Die kant op. Bijna. Die kant op. Abonneer even. Laat een likeje achter. Laat me weten wat je van de serie vindt van het spel. Dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Bye.